Ipsalive heeft die halve lengte, maar die nummer 9, Maverick, die zet toch aardig druk op de ketel. Uptertal gaat goed mee in het derde spoor. En deze paarden hebben nu wat voorsprong genomen op de rest, waarbij de koploper op dit moment dan toch moeite krijgt om die Maverick van zich af te houden. We komen in de laatste rechte lijn en ik denk dat zal gaan staan hoor, op de Canarietribune, want het is daar dat Maverick aan de buitenzijde overneemt. Bas Krebas gaat de eerste Canariewinnaar worden. Hij doet dat namens de gele Canaries Noord met Maverick op de tweede plaats, de 2. Dat is Ipsalive en goede derde is paard nummer 8 juist wel. Een en ander is voorlopig. En de winnaar is inmiddels officieel, dat is geworden Maverick. En die schrijft hier geschiedenis door de eerste winnaar te zijn van Stal de Gele Canaries. En Bas heeft in 2 minuten tijd 135 eigenaren bijgemaakt. Het is een unieke vertoning. En dames en heren, Maverick is een 3-jarige bruine merrie van Virgil Boco uit Daisy Boco. Gefokt door Nettle Racing, een eigendom van de Gele Canaries Noord. Trainer en rijder Bas Krebas. De gele Canariepetjes die bevolken hier de Alkmaar Zieturf Arena, de baan. En die gaan allemaal op de foto met hun winnaar Maverick. Bas, fantastisch. Grote groepfoto's worden gemaakt met de 135 mede-eigenaren. Bas, van harte gefeliciteerd. Heb je in 2 minuten op zoveel eigenaren blij gemaakt? Nee, dat heb ik nog nooit gedaan. Het is fantastisch dat dit zo gebeurt. Nee, heel blij mee. Mooie geschiedenis geschreven en je had ook gelijk een mooie doorslag bij de start. Ja, zeker. Ik had even lastig die springen, maar kon ik omheen. En Ruud wou wel afgeven, maar die was te druk. Toen kon ik er even achter. Ja, Mary was vorig jaar natuurlijk al vanuit Doorspoor 3 in de Joffenprijs. Dus maakte het super af. Aan dit paard gaan de eigenaren heel veel plezier beleven. Ja, normaal voor de klassiekers. Ja, je zal hem hier niet meer zien van het jaar, denk ik. Of het moet een TCT-koers zijn. Gaan we vast nog een andere keer zien. Bas, super gedaan. Nog 50 meter. En de start is gevallen. Paarden onderweg. Begin met een galoppade voor Lissy. Galoppade nu ook voor Moneymaker BR. Die maken fout in de beginfase. Ruppels heeft er geen last van. Neemt de leiding uitgeschakeld in handen. Nummer 1. Uitgeschakeld nummer 4. 1 en 4. Met zijn nummer 2 Ipsalive. Achter Ipsalive hebben we dan op de tweede plaats Tom Kooijman. Hij rijdt hier Lovely Luna Levy. Op de tweede plaats krijgt hij nu een aanval van de opkomende Maverick. Paard nummer 9 met Bas Krebas. En die gaat eens even kijken of er vooraan wat te halen valt. In dit veldje wat uitgedund is door galoppades in de beginfase. Ruppels ziet hem komen en ja, discussieert even met Bas. Maar de heren die gaan duidelijk er samen vandoor. Ruud heeft verwachtingen van zijn Ipsalive. Geeft de leiding niet af en Bas Krebas. Hij kiest eieren voor scheld met Maverick en gaat erachter. Goed, 5 paarden dicht bij elkaar. Onder aanvoering van Ipsalive, paard nummer 2. Lengtevoorsprong op Maverick. En in derde stelling Lovely Luna Levy. Die wordt weer op een lengte gevolgd door Uptertal. En daarachter komt nu juist herhaling uitgeschakeld nummer 4. Juist wel, die gaat als eerste in de aanval. Wordt opgevangen door Uptertal. Deze 2 paarden die vinden de tempo te laag. Bas Krebas is ook zeer waakzaam daar op de tweede plaats met zijn Maverick. En we komen dan door de bocht op weg naar de overkant van de baan in een wandeltempo. En het is aan kop van het veld Ipsalive. Ipsalive heeft een halve lengte. Gaat nu zo dadelijk misschien weer een aanval krijgen van Maverick. Want Krebas heeft de tweede spoor opgezocht. Is daarmee de ideale gangmaker voor paard nummer 10 Uptertal. En achter Uptertal hebben we dan aan de binnenzijde geen meter te veel voor Lovely Luna Levy. En die worden dan weer op een lengte gevolgd door Sean Dekker met zijn nummer 8. Juist wel. En dat is dan de situatie als we zo dadelijk langs de rechter komen. Nog weinig actie in deze koers, maar dat gaat in de laatste ronde ongetwijfeld gebeuren. En het is aan de binnenzijde Ipsalive. Aan de buitenzijde Maverick. En daarachter volgt dan aan de binnenzijde Lovely Luna Levy. Met in het tweede spoor Uptertal. En die wordt op een lengte gevolgd door Juist wel. En zo gaan we dan de laatste ronde in met Kira Blue daar dan nog vlak achter. Paarden ronden de bocht, gaan op weg naar de overkant van de baan. En zijn nu dus in de kroon van de Green Art Productions bocht met nog altijd die Ipsalive. Ruud Pols heeft gereden alsof hij zeker was van zijn zaak. Heeft nog altijd die 3/4 lengte ten opzichte van de favoriete Maverick. En daar komt aan de buitenzijde nu de aanval van Uptertal samen met Juist wel. En zo gaan weer 4 sporen af op de Boco bocht. En het is nog altijd aan de binnenzijde paard nummer 2 Ipsalive. Ipsalive heeft die halve lengte, maar die nummer 9 Maverick die zet toch aardig druk op de ketel. Uptertal gaat goed mee in het derde spoor. En deze paarden hebben nu wat
voorsprong genomen op de rest. Waarbij de koploper op dit moment dan toch moeite krijgt om die Maverick van zich af te houden. We komen in de laatste rechte lijn. En ik denk dat zal gaan staan hoor, op de Canarietribune. Want het is daar dat Maverick aan de buitenzijde overneemt. Bas Krebas gaat de eerste Canariewinnaar worden. Hij doet dat namens de gele Canaries Noord. Met Maverick op de tweede plaats de 2. Dat is Ipsalive. En goede derde is paard nummer 8. Juist wel. Een en ander is voorlopig. Alsnog uitgeschakeld, paard nummer 10, Up der Tal, voorlopige uitslag 9-2-8-6.